goede middag. De torenklok van de Grote Kerk hier achter mij heeft net 12:30 geslagen. Dus tijd voor de live bezichtiging. Mijn naam is Ellen Mouthaan, Ellen Mouthaan Makerdij. En ik laat jullie vandaag zien de Sint-Anna-straat 42 hier midden in Naardenvesting. En ik ga mijn camera even omdraaien. Want ik vind het ook altijd een heel erg bijzondere straat. En waarom? Kijk, je ziet het zelf al. Iedereen heeft mooie bloemen. Lavendel is net uitgebloeid. Overal een klimhortensia. Het is gewoon een hele verzorgende straat. En dat betekent ook dat de mensen hier met heel veel liefde wonen. Daar aan het eind, waar nu die witte auto wegrijdt, daar heb je eigenlijk al de groene vestingwallen. En als ik mijn camera omdraai, dan zie je daar, als je heel goed kunt kijken, kunt zien, zie je daar aan het eind, zie je het stadhuis. Je zit echt dus overal dichtbij. Dus zowel bij de groene vestingwallen als bij het stadhuis, bij de Marktstraat, hè, waar je natuurlijk ook de Albert Heijn hebt. En jij zit ook vlak bij de markt van zaterdagochtend. Maar goed, het gaat over de Sint-Annestraat 42. Kijk eens even wat ontzettend verzorgd dit is. En dit noemen we officierswoningen. Hier staan er een aantal van in de vesting. Hier op de Sint-Annestraat, op de Pijlstraat en op de Ganshoortstraat. En deze lijken heel erg, ja, aan de buitenkant lijken ze allemaal op elkaar. Alleen die op de Ganshoortstraat, die hebben een lager plafond op zolder. Mooie Louvre luiken hier. Ik laat het nog even zien. Kijk, dat is natuurlijk origineel. Kijk, er zitten nog hendels. Dus ik denk ook dat het allemaal nog gewoon wel werkt. Heel keurig verzorgd huis. Ik neem jullie mee naar binnen. Nou, sowieso even natuurlijk, hè, een Naardensnummerbord. Dat wil zeggen zwart met geel. Hè, zwart en gele letters, dat is typisch voor Naarden. Dan hebben we hier de voordeur. Die ligt wat terug. Hè, lekker, net dit weer, het misert een beetje. Dus hier sta je lekker droog. De voordeur zelf is een aantal jaren geleden vervangen. Helemaal in stijl gedaan. Kijk, keurig netjes. Hè, en daardoor sluit hij ook gewoon goed. En dan kom ik eigenlijk direct binnen in de hal. Nou, van oorsprong hadden deze huizen een hele andere indeling. Met een alkoof. Ik moet even de deur even goed achter me dicht doen. Oeps, die schiet wel open, merkte ik. En dan loop ik met jullie naar de woonkamer. Wat ik al zei, deze huizen hadden vroeger een alkoof. Dat wil zeggen, in het midden van deze hele grote kamer hadden zij een slaapkamer eigenlijk zitten. Kijk, en als ik nu mijn camera omdraai, dan zie je eigenlijk hoe groot het is. En ik film niet met een groothoeklens. Dus het lijkt altijd wat kleiner dan als je hier binnenkomt. Heel hoog. Kijk, die ramen ook helemaal tot aan het plafond. En daardoor is deze woonkamer ook heel erg licht. Want het is een hele sombere dag natuurlijk. Ja, je zou niet denken dat we in half augustus zitten. En als ik hier nu voor het raam sta, dan zie je eigenlijk hoe groot deze kamer is. En ja, je ziet meteen ook hoe verzorgd alles is, hoe netjes. He, dit huis is met heel veel liefde bewoond geweest. He, en is nu op zoek naar een nieuwe bewoner. Kijk, als je even kijkt, dit is nog een originele deur. Als je ziet hoe netjes dat allemaal geschilderd is, ja, dat is eigenlijk een genot voor het oog. Zoveel liefde is hierin gestoken. Nou, deze wand ook, hè, eigenlijk allemaal netjes glad gestuukt. Dus daar hoef je helemaal niks aan te doen. Ik zal nog even deze kant op gaan. Voor degene die graag de technische zaken willen weten, even naar de meterkast. Kijk, dan zie je ook, dat ziet er allemaal goed uit. Hè, daar is echt gewoon aandacht aan besteed. Daar hoef je helemaal geen tijd meer aan te besteden, geen geld meer aan te besteden. Hierachter het toilet, prima, netjes. Eenvoudig, functioneel, zoals het hele huis netjes is. De hele begane grond heeft een hele mooie parketvloer, een paar jaar oud. En daar openslaan de deuren naar de patiotuin. Hier heel gezellig een open haard bij de zithoek. Dus kun je je voorstellen nu, op dagen zoals dit, denk je, even 's avonds dat haartje even aan. Zo'n traditionele houthaard. Heel hoog plafond, kijk, echt hoog, met inbouwverlichting erin. En dan hier in de kamer,
de trap naar de eerste verdieping. Ik vertelde net al dat de indeling van deze huizen van oorsprong heel anders was. Met een voorkamer, een alkoof en een achterkamer. En de trap zit daar een beetje tussenin. Dus hier zat vroeger eigenlijk de gang naar achteren, naar de keuken. En hier heb je dan de keuken. Kijk eens even hoeveel werkruimte je eigenlijk hebt. De keuken is heel netjes. Het kan zijn dat de een zegt van ja, ik hou hem zoals die is. En dat de ander zegt, ik ga hem toch vervangen. De apparatuur is allemaal redelijk recent. Miele, Bos, dat soort dingen. En wat heel leuk is bij dit huis, is de zonligging. En je zegt, zonligging gaat alleen van de achtertuin. Nee, het gaat ook over de ramen. Want je moet je voorstellen dat daar het zuiden is. De zon schijnt nu niet, maar als de zon zou schijnen, dan zou je nu dus al zon hebben in je huis via deze ramen die allemaal, zoals alle ramen in het hele huis, voorzien zijn van dubbelglas. Kijk, dat ziet er gewoon heel netjes uit. Dus allemaal heel verzorgd. En ja, waar laat je dan die wasmachine? Moet die dan weer op die badkamer? Nee, er is hier een aansluiting voor een wasmachine. En een droger in de keuken. Nou, die kun je dan op je timer zetten. Dan zet je hem 's avonds aan en 's ochtends kun je was eruit halen en je hoort helemaal niks. Hieronder, daar zit een luik. Hieronder zit nog een klein keldertje. Kun je het zien daar? Laat ik je nu niet zien. Kom je hier kijken en wil je het heel graag zien, dan tillen we de deksel even op. En dan kun je daar ook een blik op werpen. Nou, dit plafond is iets lager in de keuken. Maar nog steeds een heel mooie hoogte. Nou, dan kom ik eigenlijk in die vestingtuin, die patiotuin. En dan zie je meteen al, ook hier, hoe verzorgd dit huis is. Eerste verdieping 2 dakramen en dan op de zolder zie je geen dakkapel. Kijk je naar de buren, dan zie je daar overal dakkapellen. Dat wil zeggen dat, ik ga nooit 100% zekerheid geven, maar dat ik ervan uit mag gaan dat je hier ook gewoon dakkapellen in mag zetten. Niks moet natuurlijk. Houd er wel even rekening mee. We zitten in een beschermd stads- en dorpszicht, dus je hebt wel een vergunning nodig daarvoor. En dan hier, wat ik net al zei, daar zou nu de zon moeten staan. Dus ik zou nu echt moeten wegfikken zo in augustus. Maar dat is niet zo. Maar je kunt je eens voorstellen hoe erg zonnig dit is. En je ziet hier ook een hele leuke appelboom. Kijk. Dus die hebben al een beetje last gehad van de regen in het voorjaar. Dat is altijd jammer. Kijk, maar goed, daar is niks aan te doen. En geen directe achterburen. Dus heel veel privacy is ook heel erg bijzonder in de vesting. Want vaak zit je eigenlijk toch wel op elkaars lip. En zitten je achterburen echt heel snel bij je binnen te koekeloeren. Is hier dus niet het geval. En daar, kijk. Want die willen we eigenlijk altijd wel ergens kunnen zien. De toren van de grote kerk. Nou, die kun je vanuit de tuin zien. En die kun je ook als je boven op zolder zit. En je maakt het dakraam open. Dan kun je hem ook heel goed zien. Dan hebben we hier een eenvoudige houten schuur. En die is groot genoeg voor een paar fietsen. Eventueel je tuinkussens en dat soort dingetjes. En hier achter die deur, daar zit de achterom. En die komt eigenlijk voorbij het buurhuis. Daarachter loopt die door. En dan kom je zo op de Sint-Anna-straat uit. Dus dit is de begane grond. Ik laat nog even zien hoe degelijk alles is. Kijk even naar dit soort dingetjes. Dus je hebt hier wellicht dat je zegt, ik wil wat aanpassen aan mijn eigen smaak. Maar de basis van het huis is gewoon heel erg goed. Wat ik zeg, overal alles dubbel glas. Degelijk hangen sluitenwerk. Goede voordeur, goede achterdeur. Ja, gewoon heel verzorgd. Allemaal glad gestukte wanden. Ja, dus daar hoef je allemaal geen geld meer aan te besteden. Kijk even ook naar dit schakelmateriaal. Alles gewoon netjes. Ook daar, kijk, geaarde stopcontacten. Dus het is allemaal heel erg verzorgd. Ik neem jullie mee naar boven, naar de eerste verdieping. En nogmaals, ik film niet met een groothoeklens. Ik film gewoon met mijn iPhone. En dus als je hier komt, dan zul je zeggen, oh jee, het lijkt veel groter dan tijdens de live. Nou, dat klopt, dat horen we heel vaak. Nou, op de eerste verdieping, kijk meteen wat ik zo leuk vind hier. Kijk. Gaaf, hè? Het zijn gewoon, die kraaldelen die nog in dat plafond zitten, origineel.
is behouden gebleven. Hele mooie, grote slaapkamer aan de voorkant. Ik ga even deze deur even dicht doen. Ik kan het iets beter zien. Kijk, voldoende ruimte voor een groot bed. En ja, grote kast, maar er zit ook een hele mooie inbouwkast. Kijk, daarachter, achter die deur daar zit een hele grote diepe kast. En hier, klein dakkapel, natuurlijk met dubbel glas. En dan kijk je uit op de 30e jaren huis. Dit huis van rond 1890 en de overburen zijn van de 30e jaren. En wat ik al zei, ja, het is overal heel verzorgd. Dat vind ik altijd zo mooi van Sint-Annestraat. Ook een hele mooie, ja, wat ik altijd hoor van iedereen die hier woont. Ja, men heeft heel veel contact met elkaar, maar niet ja, negatief, maar juist positief. He, als mensen steun en hulp nodig hebben, dan krijgen ze dat van elkaar. En hier ook weer stopcontacten die laag zitten. En dus daar hoef je ook niet meer over na te denken. En zeg je nou, oké, deze verdieping heeft namelijk twee grote kamers. Zeg je, ik heb eigenlijk behoefte aan drie slaapkamers. Ik weet bijvoorbeeld dat het buurhuis hiernaast, daar zitten twee slaapkamers op deze verdieping. Dat kan, of drie slaapkamers, sorry. En is deze kamer, is in tweeën gesplitst. Dat kan, is geen enkel probleem. Maar dat is ook, ja, iedereen geeft daar zijn eigen draai aan. En dan heb je hier aan de achterkant heb je dus nog een grote kamer. Het is eigenlijk ongeveer hetzelfde formaat als de kamer aan de voorkant. En ook hier zie je weer in die hoek een dubbel stopcontact. En in die hoek ook dubbel stopcontact. Het is allemaal verzorgd. Hier, alle wanden zijn allemaal glad gestukt. Ja, kijk. En ik heb onlangs de aannemer gesproken en die zei, deze wanden zijn ook nog geïsoleerd, ook nog. Dus dat is helemaal ook fijn, dat je weet dat, het zijn natuurlijk oudere huizen, dat daar al aandacht aan besteed is door de vorige bewoner. Heel netjes natuurlijk, allemaal geschilderd. Grote kamer, twee dakramen. Nou, dan hebben we hier tussen die twee slaapkamers in, zit de badkamer. Nou, die is echt royaal te noemen, want daar zit een lichtbad in, een aparte douche, toilet om het hoekje, daar, en een vaste wastafel met een meubel en een grote spiegel. En ook hier stopcontacten, kijk, geaard, lichtknoppen, allemaal weer verzorgd, verlichting en hier niet dus die schootjes. Ja, dit is natuurlijk een hele nette en vooral ook hele functionele badkamer. Hij is al wat langer geleden hier aangebracht en gerealiseerd. En ja, ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik wil daar gewoon een nieuwe badkamer in zitten. Dat kan natuurlijk. En dan weet je in ieder geval, er is ruimte genoeg voor en zowel een lichtbad als een douche. Dus dat is heel mooi verzorgd. Daar zit een opening in, daar. Daar zit nu geen ventilator, maar die kun je daar wel heel makkelijk weer in aanbrengen. Want dit gat zie je boven op zolder, komt dat weer terug. Goed, ik neem jullie mee naar de zolder. Ik vertel jullie straks dat er in de vesting een aantal huizen zijn die aan de buitenkant op elkaar lijken. Deze is gelijk, dit type is gelijk aan het huis, aan de huis de Pijlstraat. En dan heb je ook nog huizen die aan de buitenkant er redelijk identiek uitzien op de Ganshoortstraat. Maar die hebben niet zo'n mooie, grote, hoge zolder, zoals deze huizen hebben. Dus dit huis heeft een hele mooie, grote zolder. Draai me even om. Ja, zeg je, ja, ik vind dit prima zo, dan hou je hem zo. Zeg je, ik wil hier twee kamers van maken. Ja, dat kan, dan kun je twee kleinere kamers van maken. En er zijn ook mogelijkheden om hier een badkamer aan te leggen. Ik ga even het dak, het raam openmaken. Oh, moet hij het wel doen natuurlijk. Ja, krijg hem niet open. Nou, ik kan, ja, dat is altijd live hè, jongens. Ik had het misschien even van tevoren moeten doen. Ik denk, dat doe ik gewoon zo even. Ik krijg hem niet open zo. Die zit op de hendel. Komt dan. Als je hier komt kijken, laat ik het je zien. Heb ik zorg dat die open is. Want wat ik jullie namelijk wilde laten zien, is die toren van die grote kerk. Kijk, die kun je daar zien. En ook even de afstand tot de achterburen.
Nou, het is een beetje regenachtig, maar ik denk dat je al een goede indruk daarvan hebt. En dit is eigenlijk dus een hele mooie grote zolder. En dan heb je hier bergruimte achter die knieschotten zitten. Kijk, daarachter zitten allemaal schotten met bergruimte. En dan heb je hier de boiler en de cv-ketel. Die zitten hier. En nog een uitstortgootsteen. En hier deze wand is dan niet geïsoleerd naar de buren toe. Goed. En nog een heel leuk praktisch bergvlieringje daar. Kijk, heel charmant. Nu twee rieten wanden erop. En dan neem ik jullie mee naar beneden. Zo. We gaan even van deze mooie wit geschilderde, hele makkelijk beloopbare trap gaan we weer af. Dan kom ik er op de eerste verdieping uit en doe ik het hele huis nog even in een vogelvlucht voor degenen die wat later aangehaakt hebben. Hier de badkamer, erg mooi groot. He, dus eigenlijk ja, voldoende ruimte voor lichtbad, douche, noem maar op. Hele grote slaapkamer aan de achterzijde met twee dakkapellen. Oh ja, dat kost natuurlijk net boven op zolder. Ik kon het raam jammer genoeg even niet open krijgen, maar dan moet ik even kracht zetten. Dat is wat moeilijker met één hand de camera en één hand met het... Maar goed, dat gaat helemaal goed komen. Boven heb je dus nu één dakraam. Daar kun je ook eventueel, zoals de buren dat ook hebben, dakkapellen zetten. Let wel even op dat je een vergunning nodig hebt daarvoor. Want we hebben geen vergunningsvrij bouwen, omdat we in een beschermd stads- en dorpsgezicht zitten. Ook hier trouwens weer die mooie parketvloer die je ook beneden ziet. Die ligt wel begaande grond als eerste verdieping. Dus eigenlijk een heel zorgvuldig afgewerkt huis. Grote slaapkamer aan de voorkant. Ook hier dus alles netjes. Het schilderwerk is netjes. De wanden zijn netjes. Alles is netjes. En ik liet net de andere wand horen. Kijk. Hier ook. Dit is een voorzetwand. Daar is aan gedacht toen de laatste bewoner dit huis helemaal ging renoveren. Al heel lang geleden. Want die heeft er heel lang gewoond. Heeft hij daaraan gedacht. Omdat hij wist, het zijn oudere huizen. Dus twee grote slaapkamers op de eerste verdieping. Zeg je nou, ik wil hier graag drie slaapkamers, dan kan dat. De buren hebben bijvoorbeeld de kamer aan de voorkant is gesplitst in twee kamers. Nou, dan loop ik met jullie nog naar de begane grond en de tuin. Laat ik jullie nog een keertje even zien. Oeps, dan blijf ik met mijn mouw achter iets hangen. Kijk, nu sta ik iets hoger, dat is ook altijd even leuk. Dan kun je dus zien daar, dat is die keuken. Daar is het plafond dus iets lager. Ja, en de rest is natuurlijk heel hoog plafond. Het is echt een hoog plafond. Kijk. Ik krijg het gewoon niet op één beeld. Het plafond en de vloer. Een mooie parketvloer. En een gezellige, kijk, open haard. Nou, als ik hier zou wonen, zou ik die vanavond even aansteken op zo'n somber dagje. Openstaande deuren naar de tuin. En de keuken met redelijk nieuwe apparatuur. En dat wil ook zeggen, als je zelf zegt van, joh, weet je, ik vind deze keuken, hij is wel functioneel, hij is netjes, maar ik wil echt een andere keuken. Dan zou je dus kunnen overwegen om de apparatuur, die echt pas een paar jaar oud is, volgens mij informatie een jaar of 2, 3, zou je natuurlijk kunnen hergebruiken. Magnetron, stoomoven, gewone oven, kookplaat. Hier in de keuken de aansluitmogelijkheid voor de wasmachine. En dan loop ik naar buiten. Ja, en jammer van de regen. Maar ik had hier gewoon fel in de zon moeten staan. Heel veel afstand tot die achterburen. Kijk, en hier kun je nog weer zien dat dit huis heeft geen dakkapellen op zolder. En de buren overal, het hele rijtje heeft overal, behalve, nou eentje nog niet, heeft twee dakkapellen. Waardoor je die zolder dus eigenlijk nog wat functioneler maakt. Nou, dan neem ik jullie nog even mee naar de voorkant, naar de voorzijde. Even door de kamer. Heb je nou nog een vraag? Laat het even weten. Hieronder of stuur ons even een bericht via Facebook Messenger of WhatsApp, telefoon. Er zijn allerlei manieren bereikbaar. En voor al je vragen. Zo, dan ga ik even nog naar de straat. Hier ben ik in de gang, de hal, met daarachter die deur
Toilet, lekker ruim. Meterkast heb ik in het begin al even laten zien. Ziet er picobello uit. En hier de straat. Nou, kijk, heerlijk. Overkappinkje, dus ik word niet meteen nat. Nou, regent het niet hard hoor, het mist het een beetje. En dan hier de Sint-Anna-straat, die eigenlijk... Ja, ik vind het altijd een hele charmante straat. Waarom? Omdat het die gemêleerde bouw heeft. He, wat oudere panden, wat 30er jaren panden. En daar zelfs wat panden uit de 70er, 80er jaren. Ja, en dan heb je natuurlijk deze hele karakteristieke rij met die allemaal die mooie Louvre luiken voor het huis. En ik had het over de Achterom en die komt hier uit. Dus je hoeft niet langs allerlei huizen te gaan. Je komt hier op de Sint-Anna-straat uit. Goed. Ik ga jullie... Ik ga afsluiten. Even de camera omdraaien. Ja. Goed, leuk dat je gekeken hebt. Heb je nou een vraag? Neem even contact met ons op en ga ook naar www.sintannastraat en dan Sint volledig uitgeschreven, sintannastraat42.nl. Daar vind je veel meer informatie over dit huis. De plattegrond, de 360 graden, de foto's, achtergrondinformatie, noem maar op. Wil je een afspraak maken voor bezichtiging? Volgende week beginnen we hier en ik of een van mijn collega's ontvangen je hier met heel veel plezier. Dankjewel voor het kijken en morgen hebben we zowel om 12:30... als om 13:30 hebben we een live bezichtiging van appartementen die wij in de verkoop hebben gekregen. Dankjewel voor het kijken!